Anders, een ode vandaag alweer aan een van de uitvindingen uit de 80's. De epauletten. De epauletten. Heb je ze gedragen ooit in de 80's? En ja, was te klein, hè? Ik ga het zo vertellen in mijn ode. Ah, oké, oké. Ja. Ode aan de epauletten, dames en heren, huisdichteres Anke Bukkings. O, epauletten uit de jaren 80. Wat zet je toch lelijk? Echt niet, prachtig. Ik weet nog goed dat ik u zag in de schuif van mijn ma. Zo'n mushy ding voor onder de bandjes van haar BH. Je had de vorm van een kippenfilet bij God. En toch vonden de vrouwkes u allemaal hot. Ik weet nog dat ik vroeg aan mijn ma waarom ze u in godsnaam droeg. Ze zei, ma, me kind, die showers van mij, die hangen me gaaf, die zien plat. Ik ving dat niet schoon, ik hou geen rechte schouwerschap. Oftewel, ma, mijn kind, die schouders van mij die hangen naar beneden. Ik vind dat niet mooi, zo kunt je u niet kleden. Dus deed ze die moesjes onder elk hemd en elke trui en elke jas. En alsof dat nog niet genoeg was, propte ze die moesjes ook onder mijn bloesjes. Mijn vriendinnen vonden dat maar stom en raar. Ze zeiden, wat hebt jij daar? Merci voor dat trauma. Ma, ik pak u nog wel terug. Ha! Met een lelijke pyjama die ik voor u koop voor in het rusthuis. Met mottige sloffen in kluis. Zwat. Terug naar de epaulet. Ik schrok mij gisteren toch niet een tet. In de Carrefour stond genageld aan de vloer. Want ik zag ineens een hele rek. Ze waren er in twit, in het huidskleur en in het black. Conclusie? Tieten verleppen en decolletés vergaan. Maar epauletten blijven altijd bestaan. Echt waar? Kan je nog altijd zomaar kopen? Rekken vol. Grappig, hè? In het wit, in het huiskleur en in het black. Maar je kan met epauletten ook het Songfestival winnen, hoor. Ja. In de jaren 80 is dat gelukt voor Sandra Kim.